En welkom aan alle rammen. Welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor het teken ram. Voor oktober 2014, wat een belangrijke maand voor de ram. Het is eclipsemaand. En de eclips bevindt zich in jouw teken, de 8e oktober in ram. En natuurlijk is dat niet alleen op de 8e oktober dat je dat voelt. Het is de hele maand oktober die de energie geeft van de ram. En de eclips geeft de energie van bevrijding, van opkomen voor zichzelf, van bepaalde grenzen herstellen. Normaal gezien heeft de ram daar sowieso niet zoveel problemen mee. Misschien heb je in je horoscoop andere planeten die meer Venus gerelateerd zijn en waardoor je toch wel iemand bent die gaat wikken en wegen en heel veel rekening gaat houden met de anderen. Maar normaal gezien, ram op zich is het teken die opkomt voor zichzelf en soms een beetje te weinig rekening houdt met anderen. Nu, de energie van oktober is echt een energie van ik toon hier mijn grenzen. Dus waarschijnlijk zijn er onder jullie een aantal mensen die de afgelopen weken of maanden te veel over zichzelf hebben laten lopen. We doen dat allemaal soms en het is nu het moment in oktober om te zeggen, kijk, dat zijn hier terug mijn grenzen. Ik wil niet agressief doen, ik wil ook niet over mij heen laten lopen. Ik wil daartussen staan, assertief zijn. En dat is het thema van heel die eclips en vooral dan voor jullie, omdat jullie rammen zijn en het is in jouw tekenram. De zonne-eclips is iets minder belangrijk en iets minder exact ook. Het is een zonne-eclips in teken schorpioen in jullie 8e huis. Wat ook weer toont dat naar het einde van de maand toe, want die bevindt zich rond de 23e van oktober, is er een soort einde en nieuw begin op het gebied van transformatie. Dus ik denk dat vele rammen bezig zijn nu om niet alleen in liefdesrelaties, maar ook relaties met collega's, relaties met misschien businesspartners, relaties met cliënten, gewoon. Soms is dat nodig om de grenzen van, ook al gaat het om langdurige relaties, om een keer de grenzen te herbekijken. Het kan ofwel het een zijn ofwel het ander. Maar het zal eerder zijn, denk ik, van ik heb een beetje sterkere grenzen nodig gedurende nu en voor de toekomst. Profiteer ervan, ram, maar wees assertief, maar niet agressief. En dan komt dat allemaal goed. Het is in ieder geval een goede energie. Bedankt voor het kijken. Profiteer ervan. Heb een goede maand. En tot volgende maand. Dag.